de nummer 1 fout die ik heb gemaakt bij het investeren in vastgoed. Een hele goede dag allemaal. Mijn naam is Joran en welkom terug bij weer een nieuwe video van de Real Estate Masterclass. En vandaag op vele verzoek ga ik met jou bespreken de 5 grootste fouten die ik heb gemaakt als vastgoedinvesteerder. We kunnen deze video ook heel lang maken, want ik heb heel veel fouten gemaakt in mijn carrière als investeerder. Maar vandaag ga ik de top 5 met jou bespreken. Nummer 5. Zomaar kopen zonder voorbehouden. Kijk, als vastgoedinvesteerder word je vaak gezien als de professional. Het wordt dus ook vaak van je verwacht dat je zomaar koopt zonder voorbehoud van financiering, zonder voorbehoud van bouwtechnische keuring of zonder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning. Het wordt vaak van je verwacht, maar dit hoeft niet altijd per se. Het ligt heel erg aan hoeveel animo er is voor een woning. Stel je voor dat jij met nog 5 anderen in de rij staat om deze woning te kopen. Ja, dan zal degene de woning kopen die het snelst is en die koopt zonder voorbehouden. Maar dat betekent niet dat het altijd standaard van je verwacht wordt. Kijk, en kopen met voorbehoud van financiering of andere voorbehouden is voor jou een manier om toch nog onder de koop uit te kunnen als dingen anders lopen dan dat je had verwacht. Dus je neemt daarmee een risico met kopen zonder voorbehouden, maar dat risico dat kan zich ook tegen je werken. Als jij namelijk bij het moment van het passeren bij de notaris niet in staat bent om de woning af te nemen, dan moet je 10% van de koopsom als boete betalen. Dus 10%, stel je voor je koopt een woning van 250.000 euro, dan is de boete 25.000 euro en je krijgt de woning dus niet. Dus dat kan ongelooflijk zonde zijn en dat kan je dus beperken door jezelf in te dekken, kopen met voorbehouden. Nummer 4. Woningen niet clusteren. Toen ik startte als vastgoedinvesteerder, toen was ik hartstikke enthousiast en dan ging ik eigenlijk door heel het land woningen aankopen, zolang ze maar voldoende onder de marktprijs aangeboden werden. Dus als er een woning stond in Enschede, die werd verkocht voor 150.000 euro en hij was 170.000 euro waard, dan zei ik top, die wil ik hebben, kom maar door. Als er een woning was in Groningen die voldoende onder de marktwaarde was, of in Limburg of in Zeeland, het maakte mij niet uit, zolang ik ze maar goedkoop kon aankopen. Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik met woningen door het hele land zat die allemaal beheerd en verhuurd moesten worden. En de klusjesman uit Groningen die rijdt natuurlijk niet zomaar even naar Limburg voor het repareren van een deurbel of een simpele lekkage. Dus ik moest overal in het land nieuwe clubjes gaan opzetten van taxateurs, van financieel adviseurs, van aannemers, klusjesmannen en dergelijke. Als ik het nu opnieuw zou doen, zou ik zeggen focus me op 1 regio. Hoeft niet per se 1 stad of 1 dorp te zijn, maar wel 1 regio. Zodat je portefeuille makkelijker te beheren is en je niet de hele tijd weer opnieuw een team op moet bouwen. Nummer 3. De rente te kort vastzetten. Nou, kijk, de afgelopen tijd was de rente ontzettend laag. Maar de afgelopen tijd zie je dat door de stijging van de kapitaalmarktrente en de aankondiging van de Europese Centrale Bank, dat de hypotheekrentes flink aan het stijgen zijn. Waar je een half jaar geleden nog een hypotheekrente voor rond de 3% kon krijgen, nu is dat gestegen richting de 5%. Dus een toename van 2%. Nou, dat is best wel een forse toename. Toen ik begon met vastgoed investeren, toen werd er van alle kanten geroepen van ja, de huizenprijzen die blijven stijgen, want het gaat zo hard en de hypotheekrente is nu zo laag en het blijft de komende jaren nog wel zo. Nou ja, je hebt gezien, de hypotheekrentes zijn nog nooit zo hard gestegen. Ik heb er toen de tijd voor gekozen om de hypotheekrente meestal rond de 3 jaar vast te zetten. Dus de kortst mogelijke periode, zodat ik snel kon gaan herfinancieren. Ja, nu is herfinancieren natuurlijk hartstikke leuk. Ik weet dat niet iedereen dit met me eens zal zijn. Maar mijn strategie achteraf gezien zou eerder zijn om de rentes wat langer vast te zetten. Bijvoorbeeld tussen de 7 en de 10 jaar. Zodat ik maximaal had kunnen profiteren van de lage hypotheekrente. Want nu, als ik over 3 jaar ga herfinancieren, dan ja, durf ik er bijna gif op in te nemen dat die hypotheekrentes dan hoger zullen zijn. En dat drukt natuurlijk weer op je rendement. Dus ik zou mijn hypotheekrente langer vastzetten. Dat geeft je iets meer zekerheid en dan maar iets minder herfinancieren. Fout nummer 2. De taxateur laten weten waarvoor je de woning gekocht hebt. Ik weet dat hierover vaak discussie is, want als je 2 taxateurs hetzelfde pand laat taxeren, dan zouden ze allebei met een vergelijkbare verkoopprijs zouden ze uit moeten komen. Maar in de praktijk is dat niet het geval. Ik ben iemand die over het algemeen heel scherp aankoopt. En ik had een pand gekocht voor 220.000 euro, waarvan de buren hun pand recentelijk voor 280.000 euro getaxeerd hadden. Dus ik dacht, easy peasy, ik koop hem voor 220.000 euro. Dat is een mooie hoeveelheid onder de marktwaarde. Vervolgens liet ik de taxateur langskomen en die drukte er maar op en die zei, voor hoeveel heb je dit pand gekocht, voor hoeveel heb je dit pand gekocht? En die wilde het per se weten. Toen heb ik gezegd, ik heb het gekocht voor 220.000 euro en heeft dit pand getaxeerd op 230.000 euro. Dus maar 10.000 euro boven hetgene waarvoor ik het aangekocht had,
terwijl de buren het voor 280.000 euro hadden laten taxeren. 50.000 euro verschil op hetzelfde pand. En dat komt omdat sommige taxateurs het pand als uitgangspunt nemen en op basis daarvan gaan rekenen van oké, welke panden kan ik vinden die die aankoopsom van 220.000 euro rechtvaardigen. In plaats van dat ze gewoon kijken wat is het pand daadwerkelijk waard. Dus mijn tip zou zijn, als je scherp aankoopt, laat de taxateur niet weten voor hoeveel je pand hebt aangekocht, want het vertroebelt hun taxatieproces. En dan de laatste tip, tip nummer 1. De nummer 1 fout die ik heb gemaakt bij het investeren in vastgoed, te laat beginnen. Ik kijk en ik denk ook heel vaak jaloersmakend aan de mensen die bijvoorbeeld 3 of zelfs 10 of zelfs 30 jaar geleden waren begonnen met investeren in vastgoed. Toen de huizenprijzen nog lager waren, toen je nog nauwelijks concurrentie had, ja, dat waren wat mij betreft pas tijden. En ook als je pas een paar jaar geleden bent begonnen, bijvoorbeeld 2018, ja, toen zat ik zelf nog niet in het vastgoed. Toen had je en veel lagere huizenprijzen en veel minder concurrentie. En toch ben ik blij dat ik ben gestart. Ik ben zelf gestart in de zomer van 2021. Nou, toen hadden we bijvoorbeeld al 8% overdrachtsbelasting. En toen hadden we al hoge huizenprijzen. Maar wat kwam daarna nog? Daarna kwam er een opkoopbescherming. Daarna kwam de stijging van de rentes. Daarna kwam het veel krappere aanbod. Dus investeren in vastgoed is super lucratief. En investeren in vastgoed is nog steeds een van de beste vormen van investeren die je kan doen. Als je het vergelijkt met crypto, met goud, met aandelen, is het mijn persoonlijke favoriet. Maar het lijkt erop alsof het alleen maar lastiger wordt. En ik ben heel blij dat ik vroeg ben ingestapt. Maar als ik het opnieuw zou doen, zou ik gewild hebben dat ik veel eerder was ingestapt. En dit is dus ook een tip die ik aan mensen meegeef. Het lijkt misschien niet het ideale scenario met opkoopbescherming, 8% overdrachtsbelasting, regels vanuit de overheid, hoge huizenprijzen, hoge rente. Maar het wordt alleen maar minder gunstig. En je tijd in de markt is veel belangrijker dan het timen van de markt. Dus hoe eerder je start met investeren in vastgoed, hoe beter. Dat waren mijn 5 meest gemaakte fouten bij het investeren in vastgoed. Hopelijk heb je er iets aan gehad en ik hoop van harte dat jij niet dezelfde fouten als ik ga maken. Want ik heb dat al voor je gedaan. Vond je dit een interessante video? Vergeet dan niet even om een duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. Dan ga ik nog veel meer leuke content voor je maken. En dan zie ik je heel graag in de volgende video.